Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Hi. Hoi. Mag ik je wat vragen? Ja, natuurlijk. Woon jij hier? Ja. Ja? Wij zijn van het International Film Festival. Ik, The Shining. The Shining. Ja. Yeah. Ik weet niet hoeveel mensen die film kennen, maar The Shining is wel echt gekke film. De film heet The White Tiger. Dat is gewoon op Netflix. Dat was een film die was aangeraden door mijn broertje en ik keek die met mijn zusje tijdens de Ramadan. Ik denk wel dat het echt favorietje The Proposal is. Dat is wel een rom-com. Oké, dat snap ik wel. Okay. Ja. Dus toen ik die film aan het kijken was, besefte ik van al die scènes zeg maar in die film, dus net elke scène is net een schilderij. Dus daarom pakte die film me heel erg. En ik weet niet man, ik voel me heel erg aangetrokken tot die film. Ik kijk hem soms gewoon puur voor de beeldwerk, zeg maar, eigenlijk. Voor de visuals, eigenlijk. En het is een film die gaat over het klassensysteem in India. En The White Tiger werd dan als metafoor genomen dat het een roofdier. Maar dan een speciale roofdier die onderdrukt wordt in het gebied van India. Het is heel zeldzaam, maar die zich eigenlijk door het leven heen vecht. Nou, ik vind de comedy is toch wel echt heel leuk. Ja? Maar ik hou niet van alle soort films. Okay, ik ben meer van romantiek, dansfilm en een beetje comedy soms. Oké. En ook tekenfilms. Ik kijk verschillende filmen, niet echt. Ik zeg van iets vast, is een beetje variatie. Heb je een beetje dezelfde smaak als je vriend? No. Waar zit het verschil in? Ik hou meer gewoon van slap vermaak, denk ik. En hij bijvoorbeeld meer van wat meer inhoud. Dus dat er wat meer reason achter zit, zeg maar. En ik vind het gewoon leuk om gewoon vermaakt te worden. Ja, ik keek heel vroeg samen met mijn dochter, maar heel lang geleden. Zij is al bijna 30, dus... Maar nu kijk ik ook af en toe met mijn kleindochter. Gewoon de Dendamatie vond ik een heel leuk film vroeger. De echte tekenfilm. En de Lady in the Vagabond. Nee, eigen plek wel. Eigen plek. In de bios is het wel tof omdat het op een groot scherm is. Maar thuis is het wel het leukste. Omdat je zelf op dat moment kan pauzeren, even tot rust kan komen. Ja, 14, 15. Dan ging je echt naar de bioscoop en zo. Ik ging voornamelijk echt voor Turkse films. Zeg maar, ja, om de zoveel tijd dat je een Turkse film die dan in Pathé of zo komt, weet je wel. Dan ga ik dan met mijn fam of alleen. Ik vind dat kijken voornamelijk. Anders niet zo heel veel. Ik vond die films altijd niet zo nice. Dat is... Wacht even. Morgen met mijn vrouw samen kijken we thuis. En als ik naar de bioscoop ga, ga ik meestal met mijn kinderen of met mijn kleinkinderen. De enge film, de actie met veel bloed en met veel enge vielen, dat vind ik niet leuk. Nee. Niet dat ik bang ben, maar dat vind ik niet leuk. Ik heb ook een guilty pleasure film, Notebook. Serieus? Ja. Oké, en waarom? Zeg maar, die heb ik ooit in mijn eentje gekeken. Kijk, ik geef niet graag toe dat ik emotioneel persoon ben, maar bij die film liet ik wel een beetje traan achter, zeg maar. Toen ze ouder werden en dat die was vergeten, zeg maar, van toen we deze vrouw had ontmoet. Ik dacht toen had die film even wel gepakt. En toen je klein was, had je een favoriete film? Pippi. Ach, dat snap ik helemaal. Okay. En ook eentje, de klokkenluider van de Notre Dame. Dat is ook wel gewoon te vast. Die hoor ik echt niet zo vaak meer, maar die is echt heel erg leuk. Ja, die heb ik op videostuk gedraaid. Ik denk dat de gesprekken die je kan voeren daarna net zo belangrijk zijn als de film zelf. Ik vind films, comedy films, maar die alleen maar over seks gaan, vind ik niks. Zeg maar, ik vind dat te veel. Ik vind onzin, denk ik van ja, in real life gaat niet zo, weet je. Ik weet niet, het is gewoon een andere wereld die je op dat moment bezoekt. Het is moeilijk uit te leggen.